Dorothy, een man, Rastafari. Wat is natuurlijk haar? Wat is zelfliefde, respect voor uw haar, voor uw lichaam? Als we het haar kammen, dan gaan we tegen de wil van ons haar in. Ons haar wil altijd samengroeien, een huwelijk maken met andere haren, en wij voorkomen dat door te kammen. Er is echter meer nadeel aan het kammen, want de haarwortels worden hierdoor zwak. Hoe meer jaren we het haar kammen, hoe zwakker de haarwortels worden en uiteindelijk geeft het haar het hop en gaat het uitvallen en worden we kaal. Bij de vrouwen is dit meestal dunner van haar. Als we shampoo gebruiken, dan stoppen we de productie van onze schedel, hoofdhuid. Daar is normaal een olieproductie. En die olieproductie, dat is onze reiniging, onze shampoo. Die voorkomt dat het haar vet wordt. En die gaat helpen in het vormen van een huwelijk van haren, namelijk het vormen van dreads. Het duurt ongeveer een viertal maand als u geen giftige, toxische shampoo meer gebruikt. Die chemische troep die geeft lang werking, dan na 3 of 4 maanden gaat de scalp of hoofdhuid terug de olieproductie op gang zetten. Als u dan zelfrespect en liefde voor uw haar heeft, dan gaat u niet meer kammen. En dan kan het lichaam, kunnen de haren doen wat ze willen. Dus de olie zorgt ervoor dat de haren samenkomen, huwelijk maken, en deeltjes die uit de lucht vallen, gaan daarmee in. Losse huiddeeltjes van de hoofdhuid gaan daarmee in. En zo wordt een dread gevormd. Een dread, hoe dikker de dread is, hoe meer in energie deze vasthoudt. De dreads zijn een verlenging of extensie van uw ruggengraat. Uw ruggengraat is uw batterij. U bent een elektrisch, waterachtig wezen, maar daar kent u niks meer van. Dus als wij op de grond lopen met blote voeten op de aarde, dan laden we onze eigen batterij op. En dan gaan de protons of ontsteking vormende elektrische deeltjes zakken, zodat we geen ontsteking meer kunnen krijgen. Maar de dreads zijn dus een verlenging van deze menselijke batterij in de rug. En zij zijn antennes om kosmische energie te absorberen. Dus hoe dikker dat de dreads zijn, hoe meer van deze kosmische
energie zij vasthouden. De dreads zijn het menselijke, natuurlijke, ras-eigen haar, zoals het fruit het ras-eigen menselijke dieet is. De eerste mensen hadden fruit. De eerste mensen hadden dreadlocks. Er bestond geen kam. Er bestond geen toxische, giftige shampoo die in de huid doordringt, in de bloedbaan komt en ziektes veroorzaakt jaren later. Kijkt u maar naar het oude Egypte, kijkt u maar naar het oude Afrika. Deze mensen hadden allemaal dreadlocks. Liefde en zegeningen is wat u nodig hebt. Ja, Rastafari.